allemaal, in deze video ga ik een Snapchat Q&A doen. Ik heb ongeveer 2 uur geleden op mijn Snapchat een oproepje gedaan. En ik zag dat er al best wel wat filmpjes en foto's met vragen binnen waren gekomen. Dus ik heb mijn vlogcamera ook bij de hand, zodat ik de reactie hiermee kan filmen. En dan plak ik die gewoon steeds erin en dan geef ik daarna het antwoord. Dat vind ik zelf iets makkelijker, want anders moet ik de telefoon heel dicht bij de camera houden. En dan moet ik hem steeds weer opnieuw scherp stellen als ik vervolgens weer hier ga zitten. Nou, ik ben super benieuwd. Ik ga ze nu openen en filmen. Als eerste wil ik even zeggen dat je echt een super leuk YouTube kanaal hebt en je bent mijn favoriete YouTuber. Mijn vraag is, wat vind jij ervan dat make-up merk op dieren testen? Hoi Sarah, nog even een vraag. Sorry, ik hoop niet dat je het erg vindt, maar de vraag is, wie is jouw favoriete YouTuber en naar wie kijk je eigenlijk allemaal? Super goede vraag, vooral die eerste van make-up dat op dieren test. Nou, ik zal jullie heel eerlijk zeggen, jullie weten het vast, want jullie zien wat voor make-up producten ik gebruik. Dat ik eigenlijk ook make-up koop van merken die wel op dieren testen. Ik begin er wel steeds meer over na te denken, omdat ik dat eigenlijk heel naar vind. Weet je, ook al zijn het muizen waar ze het op testen, het is natuurlijk eigenlijk wel heel erg. En het kan ook gewoon zonder. En de enige reden dat sommige merken nog op dieren testen, is omdat in China, als een merk in China producten wil verkopen, wat natuurlijk een heel groot land is, dan is het verplicht, China heeft verplicht gesteld dat er dan op dieren getest is. Dus merken zoals L'Oréal, Maybelline, Rimmel en zo, die testen allemaal nog op dieren omdat ze hun merk ook daar willen verkopen. Het is natuurlijk nog steeds heel erg, want je support dan wel eigenlijk een merk wat het nog doet. Dus dat vind ik wel, het kan zonder, dus ik vind het echt super stom. Eigenlijk zouden al die merken gewoon moeten zeggen, ja China, jammer dan... gaan we niet meer aan jullie leveren en dan zou China die wet moeten aanpassen, want het slaat nergens op. Want tegenwoordig kunnen ze ook veilige make-up maken zonder het op mensen of op dieren te testen, sorry. Maar ja, tegelijkertijd voel ik me heel hypocriet dat ik dit zeg, want ik koop ook van die merken. Dus, maar ik ben er wel steeds meer over aan het nadenken. Dus wie weet dat ik er in de toekomst wel iets in ga veranderen. En de andere vraag die je stelde was wie mijn favoriete YouTubers waren. Deze vraag heb ik volgens mij in mijn vorige Q&A ook wel beantwoord. Ik ben heel erg gek op Vera Camilla. Vind ik echt de leukste Nederlandse beauty YouTuber, zeg maar. En ik vind haar persoonlijkheid gewoon super fijn en leuk. En ik vind Bonnie heel leuk. Zij is echt mijn nieuwe favoriete vlogger. Ja, ik heb het echt al heel vaak nu over haar gehad van Boncolor. Dus ja, daar kijk ik de laatste tijd echt met heel erg veel plezier naar. Hey, mijn vraag voor jouw Q&A is, omdat je zo'n groot kanaal hebt, is hoeveel tijd je per dag besteedt aan YouTube? En dan met name met vragen beantwoorden en dat soort. Ten eerste, dat zie je er super mooi uit. Echt hele mooie ogen heb je. En ja, ik ben eigenlijk een heel groot deel van de dag wel bezig met mijn kanaal. Vooral op de dagen dat ik niet hoef te werken, dan ben ik eigenlijk, als ik niet iets anders heb, iedere dag wel aan het filmen en bewerken. En vervolgens is het natuurlijk nog niet klaar, want dan maak je een thumbnail, zet je het op YouTube. En de beschrijving met alle producten bijvoorbeeld kost ook al best veel werk, alles klikbaar maken. En ik probeer inderdaad ook zoveel mogelijk op jullie reacties te reageren, omdat ik dat gewoon echt het leukste onderdeel van YouTube vind. Reacties doen mij, ja, geven me zoveel plezier, dus dan vind ik het ook leuk om terug te reageren. En dat probeer ik op Snapchat ook gewoon regelmatig te doen, dat ik iemand persoonlijk een fotootje terugstuur of zo. Kan niet altijd, maar ja, weet je, ik zie het niet als werk haast, omdat het zo leuk is. Het voelt echt als een hobby ook. Weet je, ik krijg er helemaal niet veel mee betaald en al zou ik niks krijgen, zou ik het nog blijven doen in hetzelfde tempo. Het gaat gewoon vanzelf dat ik er zoveel energie in steek. Maar ik zou wel zeggen dat ik er, denk ik, als je echt in uren zou rekenen en je hebt het ook over reageren op reacties en alles bij elkaar, dat ik er gemakkelijk 16 uur aan besteed, denk ik. Dat is even een gokje. Hey, wat is je favoriete make-up merk en waarom? En ik heb eigenlijk nog een vraag. Ben je vegetariër? Zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet? Sarah, leuk dat je Snapchat Q&A doet. Wat is jouw favoriete make-up merk? Groetjes en je video's zijn trouwens heel erg leuk. En mijn favoriete make-up merk is MAC. Ik vind het echt een heel erg mooi merk. En ik vind het zo leuk dat ze zoveel verschillende kleuren van alles hebben. Dat je het echt als een soort van verzameling kunt zien om bijvoorbeeld al die lipsticks te ja, bij elkaar te verzamelen. Het is duur, maar het is niet zo duur als bijvoorbeeld Chanel of Dior. En de prijs-kwaliteitsverhouding vind ik wel gewoon heel erg goed. En ik ben geen vegetariër. Waarom niet? Ja, eerlijk gezegd omdat ik gewoon best wel heel erg dol ben op vlees en vis. Maar ik vind het ook
geen probleem om een aantal dagen geen vlees of vis te eten. Het is niet dat ik niet zonder kan of zo. Dus dat gebeurt ook wel regelmatig. Dus ik ben, ik vind het niet nodig om er helemaal mee te stoppen of zo. Dat zou ik zelf niet zo snel doen. Maar ik snap wel dat heel veel mensen zeggen, ja, ik probeer er wel echt op te letten dat ik niet overdreven veel vlees tot me neem. Want En wat ik ook bijvoorbeeld doe met kip is dat ik ook echt niet meer het goedkoopste van het goedkoopste koop. Want ik weet gewoon dat de leefomstandigheden van die dieren echt heel naar zijn. Als je dan hebt over de plofkippen en zo. En bovendien is dat ook echt geen lekkere kip meestal. Dus dan probeer ik wel iets meer verantwoord vlees te kopen. En bijvoorbeeld ook met eieren let ik er ook altijd op dat ik dan van de blije kip of zo eieren neem. Of dat eigenlijk. Ze probeerden er wel een beetje bewust mee bezig te zijn. Maar ik ben niet van plan om vegetariër te worden of zo. Hoi Sarah, wat voor soort video vind jij nou het allerleukste om op te nemen voor je kanaal? Ik vind zelf dat jouw make-up video's heel erg leuk zijn. Doei! Dankjewel allereerst. En het grappige wat jij zegt is dat ik op dit moment, het kan nogal wisselen, maar dat ook wel echt mijn favoriete video's zijn om op te nemen. Want ik kan me gewoon lekker ontspannen opmaken en ik kan elk onderwerp wat ik wil, kan ik in die video kwijt. Dus dat vind ik heel leuk. En het voelt gewoon heel vertrouwd of zo om op te nemen. Outfit video's vind ik altijd heel leuk om te bewerken. En dan ben ik heel erg blij met het resultaat. Omdat het toch wat meer fancy geëdit is dan een ander soort video. Maar dat vind ik wel vaak tijdens het opnemen heel vermoeiend. Dat je je continu moet omkleden, de zon verwisselt. Je zet je statief steeds weer niet goed en dan heb je hakken aan en dan moet je hem weer verstellen. En dat kan soms wel een beetje frustrerend worden na een tijdje. Dus hoe leuk ik het ook vind om die te doen, omdat ik weet dat het eindresultaat loont, heb ik daar niet iedere dag zin in. Ik moet wel een beetje energie hebben ofzo. Hey Sarah, wat vind jij nou het allertofste wat jij hebt mogen doen dankzij YouTube? Ik ben wel benieuwd, wat is het tofste wat jij hebt meegemaakt door YouTube? Oh, dat is echt een super lastige vraag. Wat is het tofste wat ik heb meegemaakt door YouTube? Jeetje. Nou, ik denk eigenlijk vooral dat ik echt een heleboel hele goede vriendinnen heb gemaakt door YouTube. En natuurlijk zijn er ook heel veel toffe events waar ik naartoe heb kunnen gaan dankzij YouTube. Maar dat is wel iets heel erg groots. Ik bedoel, met Lizzie ben ik nu aan het dansen. Ik heb echt heel veel contact met haar. En ik ben zo blij dat zij in mijn leven is. En Lotte is ook echt een goede vriendin geworden. Met Lilian kan ik echt urenlang kletsen over van alles en nog wat. En wij gaan ook natuurlijk binnenkort met elkaar afspreken. Dus ik vind het gewoon heel leuk dat je door YouTube veel mensen leert kennen. En ook vaak wel mensen die dezelfde interesses hebben en die echt begrijpen, die gewoon begrip hebben voor je hobby of zo. Ik heb een keer een hotelovernachting mogen doen, of twee keer zelfs vanwege YouTube. En dat is wel heel erg leuk. Ik heb een keer mijn zusje meegenomen en ik ben een keer met Lizzie geweest. En dat, met dat soort dingen voelt het opeens wel heel bijzonder. Dat je denkt, het is eigenlijk wel heel gek, want je plaatst gewoon filmpjes wat je het leuk vindt en zo. En op een gegeven moment krijg je dit soort leuke mogelijkheden die je gewoon eventjes kunt gaan doen. Doordat je ooit hebt besloten om een YouTube-kanaal aan te maken. Hoi. Vragen jouw moeder en zusje wel eens tips qua make-up en zo en kleding, omdat je daar altijd mee bezig bent? Hele leuke vraag. Of ze me wel eens om tips vragen. Nou, mijn zusje niet zo heel vaak eigenlijk. Maar ik geef haar wel gewoon tips, ongevraagd of zo. Nee, niet omdat ik vind dat ze iets niet goed doet of zo, maar dat ik dan haar bijvoorbeeld een keer een highlighter geef. En dan gaat ze het proberen en dan denkt ze, wow, geweldig. En mijn moeder vraagt eigenlijk niet echt om tips. Die draagt meestal dezelfde standaard look. Maar ik merk wel heel erg dat mensen in mijn omgeving, bijvoorbeeld mijn schoonzus, zo noem ik het even, want dat is nu zo. Toen zij ging trouwen met de broer van Marco, toen vroeg ze ook mij om advies van wat zou leuk staan, wat zou mooi zijn. Ze kende niet alle producten, dus ze wilde daar wel wat meer over weten. En bijvoorbeeld ook de vriendin van mijn neefje. En ja, mensen waar ik eigenlijk niet heel regelmatig contact mee heb, maar die dan dingen voorbij zien komen en denken, oh, ik wil wat meer weten, die vragen dat. En dat vind ik echt heel erg leuk altijd om, om dan gewoon mijn soort van kennis, voor zover je het kan noemen, het is natuurlijk gewoon zelf opgedaan, maar om dat te delen. En
ja, juist heel erg tof dat mensen het vragen. Want ik vind het heel leuk om te helpen als het kan. Echt hele leuke vragen allemaal. Niet van die standaard vragen. Dat vind ik wel leuk. Want deze vraag heb ik geloof ik ook echt nog nooit eerder beantwoord. Hoi Sarah. Hey. Onze vraag was, wat is jouw favoriete drankje bij de Starbucks? Mijn favoriete drankje bij de Starbucks? Nou, ik ga niet heel vaak naar de Starbucks ten eerste. Want ik vind het echt belachelijk duur. Wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben eigenlijk heel erg fan van gewoon de caramel macchiato. Daar hou ik enorm van. En als het echt lekker warm is in de zomer, dan vind ik de frappuccino's ook wel heel erg lekker. Hey Sarah, wat is jouw favoriete haarstijl op dit moment? Mijn favoriete haarstijl op dit moment? Nou, eigenlijk gewoon een beetje los zoals ik het nu heb. Of in zo'n rolknotje. En ik heb het idee dat het misschien handig is als ik dat nu gelijk even aan jullie laat zien. Want ik krijg daar best wel vaak vragen over hoe ik dat knotje maak. En het is eigenlijk heel simpel. Dus om er nou een hele video aan te wijden vind ik ook niet echt leuk. Maar ik ga het jullie laten zien. Wat ik doe is ik gooi eerst mijn haar allemaal naar voren. Het is nu wel heel wild, maar goed. En dan maak ik er een staart van. Maar ik doe er nog geen elastiekje omheen. Dus ik haal gewoon alles een beetje bij elkaar. Dan klem ik mijn hand eromheen en hier zit voor zometeen alvast het elastiekje. Maar die gaan we nog niet gebruiken. Nu ga ik draaien. Ik weet niet of je ziet wat ik doe, maar... En vervolgens de logische kant op draai je zeg maar... hou ik mijn vinger in het midden. En dan draai ik als het ware die staart zo eromheen. En dat plukje verstop ik een beetje eronder. Dan leg ik mijn hand erop, pak ik het elastiekje en draai ik twee keer eromheen. En ja, dan heb je eigenlijk al het idee van dat knotje wat ik altijd draag. En dan doe ik vaak nog even wat plukjes hier los. En soms vind ik het ook leuk om dit nog wat losser te maken. Maar nu zat het al een beetje rommelig omdat mijn haar vandaag zo vol zit. Maar dat kun je dan ook doen door een beetje zo, ja, soort van dat los te trekken. En hij zit eigenlijk meestal op deze hoogte. En dit vind ik ook een hele leuke en vooral makkelijke haarstijl. En ook leuk als je haar nog licht vochtig is. En je haalt het daarna weer uit, heb je een soort van golf in je haar. Kan soms ook verkeerd uitpakken dat je juist denkt, oh nu ziet mijn haar er echt gek uit los. Maar kijk, je ziet het denk ik nu al wel wat het dan doet. Hoi Sarah, mijn vraag is, wat vind je het mooiste aan jezelf? Ik ben best wel blij met mijn buik, omdat ik niet snel aankom op mijn buik. En dat vind ik wel prettig, want ik heb meestal wel een taille, dus dan oogt op zich mijn bovenlichaam redelijk slank. En verder ben ik ook wel blij met mijn haar. Ik vind de kleur wel mooi en ik kan er vanwege de structuur van mijn haar best veel mee. Het is wel heel fijn en dun als je een los haartje pakt, maar ik heb veel haar en het is niet al te glad. Dus dat vind ik wel prettig. Verder vind ik mijn ogen ook wel mooi. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond ze nooit heel erg... bijzonder. Ik had wel zoiets van oké, prima, maar goed, het zijn gewoon blauwe ogen. Maar ik merk heel erg sinds YouTube, hoe stom het ook klinkt, en sinds mijn blog en Instagram, dat ik zo vaak opmerkingen krijg over mijn ogen, dat ik toch wel denk, oké, blijkbaar moet ik er gewoon wel blij mee zijn. Ja, er zijn ook genoeg dingen waar ik iets minder blij mee ben. Dat het nu niet klinkt alsof ik mezelf helemaal geweldig vind. Maar... ja, daar vroeg je niet naar, dus dat laat ik maar heel even achterwege. Want anders duurt deze video echt veel te lang. En vandaag stotter ik heel veel. Sorry jongens, ik ben gisteren uitgegaan. Misschien komt het daardoor, maar ik hoop dat jullie er nog wat uit kunnen maken. Wat is jouw favoriete budget lipstick? Ik ben helemaal fan van de Catrice Ultimate Stay Lipsticks. Die hele smalle hulzen zijn dat. Die zijn vrijwel mat en die blijven echt goed zitten. Die vind ik heel erg fijn van formule. Dus dat zeker een aanrader. Mijn favoriete liedje op het moment is de nieuwe van Beyoncé, Formation. Het is een heel apart liedje, maar ik vind het gewoon echt iets hebben. En ik heb er een choreo op gehad op dansen, dus dan voel je het ook een beetje of zo. En de clip is trouwens ook echt heel gaaf. Lekker badass en heel erg raar eigenlijk vooral. Maar wel leuk raar. Waarom ik ben begonnen met YouTube? Ja, om mijn passie en mijn hobby te delen. Ik had al wel een blog, maar dat lag een tijdje op een lager pitje. En toen ontdekte ik de YouTube-wereld. En toen dacht ik, oké, ik hou gewoon van mijn passie voor kleding. Op dat moment alleen kleding te delen met mensen die dat ook leuk vinden. En daar feedback op te ontvangen. Dus waarom ga ik het ook niet via dit platform proberen? En ik werd natuurlijk geïnspireerd door andere YouTubers om dat te doen. Dat ik dus zag dat het kon. En in het begin zette ik een video online. Ik geloof een shoplog. Het is volgens mij nog terug te vinden op mijn kanaal, mijn allereerste video. Ja, dat denk ik wel. Met webcam van mijn laptop opgenomen en ongeknipt waarschijnlijk.
En daar praat ik nog heel erg zachtjes en verlegen. En die is van 2012. Ja, ik zet de link even hieronder. Zo grappig. Dus dan moeten jullie vooral eventjes laten weten of je die hebt gekeken. Maar ik dacht, ik plaats er gewoon één en misschien daarna nooit meer. En op een gegeven moment werd het steeds regelmatiger en regelmatiger. Echt heel leuk. Hoi Sarah, ik heb woensdag mijn allereerste rijles, maar ik ben echt super bang. Heb jij misschien wat tips voor me? Oh nee, voor tips voor je rijlessen moet je niet echt bij mij zijn, ben ik bang. Want ik ben echt een zenuwbeest gewoon. Maar ik weet zeker dat het goed komt. En de eerste rijles zijn ze natuurlijk heel lief voor je en leggen ze alles uit en laat ze je wel op je gemak voelen. Dus ik denk dat het zeker goed gaat komen. Ik wens je alvast heel veel succes. En ja, het enige wat ik kan zeggen, probeer gewoon je gedachten niet te veel zijn rare gang te laten gaan en je te veel zorgen te maken. Misschien is het goed om van tevoren iets van afleiding te zoeken. Stel dat je bijvoorbeeld pas in de middag je rijles hebt, dat je er even op uitgaat of zo, zodat je ook niet te veel naar de klok kan kijken en je steeds nerveuzer kan maken. En gewoon rustig ademhalen en proberen om toch relaxed te blijven. Hey Sarah, ik zit nu in mijn examenjaar van HAVO en voor Nederlands mondeling moet ik heel veel boeken lezen. Heb je misschien tips? Hele leuke vraag. Nou, ik heb recent een boek gelezen, ik denk van de zomer, die mij heel erg aansprak. Ik weet niet of die ook voor je literatuurlijst wel mag, zeg maar. Maar die heet Het Meisje in de Trein, als ik het goed heb. En het boek is vanuit verschillende perspectieven geschreven. Het is heel erg spannend. Ik had het echt zo uitgelezen. En het is echt een soort van, ja, je wordt alle kanten opgesleurd in het boek. En pas op het einde denk je, wow, hè, dat had ik echt niet verwacht. Maar toch is het niet dat je dan denkt, huh, wat slecht. Dit was echt totaal niet hoe het leek te gaan. Het klopt dan wel weer. Dus alles komt gewoon aan het einde pas bij elkaar. En ja, het is heel erg leuk om te lezen, vind ik zelf. Mijn inspirerende quote. Oh man, ik ben niet echt van de inspirerende teksten en quotes, geloof ik. Maar eentje die eigenlijk heel simpel is, spreekt me wel altijd heel erg aan. En dat is, if it makes you happy, do it. And if it doesn't make you happy, then don't. Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt. Ik kan soms een beetje aan mijn gevoel voorbij gaan en heel erg in mijn verstand gaan zitten van, ja, maar ik moet het doen, want anders loop ik een kans mis. En nou ja, op die manier. Of juist, ik doe het maar niet. Want misschien vindt die en die dat ervan. Hoe erg het ook klinkt, dat heb ik nog steeds af en toe. Echt waar. En dan denk ik, ja, als ik mezelf gewoon die simpele vraag stel, dan maak ik het zoveel makkelijker voor mezelf. En dan neem je eigenlijk altijd een besluit waar je achteraf blij mee bent. Dan zul je niet snel spijt hebben. Dus dat vind ik wel een goeie. Dit wordt een hele lange video, maar ik vind het gewoon te lullig om sommige vragen niet te beantwoorden. Dus jammer dan. Anders, als jullie het zat zijn, klik maar weg of zo. Maar liever niet natuurlijk. Wat was je droomberoep toen je klein was? Mijn droomberoep vroeger. Ik wilde schrijfster worden. Ik wilde verhalen schrijven. Ik had schriftjes vol op school met verhalen van 2,5 hoofdstuk. En dan begon ik weer aan een nieuwe. Ja, dat was echt mijn droom, een soort Carrie Slee te worden later of zo. En daarna ging dat op een gegeven moment over in journalistiek. En echt pas op de middelbare school besloot ik dat ik orthopedagogiek wilde studeren. Dus op zich heb ik dat behoorlijk lang volgehouden. Wat zal dat dan zijn? Lastig joh. Ik zou willen zeggen foundation, want ik vind het toch altijd wel belangrijk dat mijn huid er een beetje goed uitziet. Maar wenkbrauwen kunnen ook echt niet ontbreken en een likje mascara eigenlijk ook niet. Dan zou ik voor foundation gaan, toch? Ik voel me toch wel heel prettig met een iets egalere huid. Of BB cream. Dat is misschien beter dan als je er geen concealer bij gebruikt. Op welke manier doe jij je haar als je gaat slapen? Want ik heb 's ochtends altijd rare bobbels in mijn haar. Mijn haar doe ik in zo'n rolknotje, zoals ik net liet zien. En soms heb ik dan ook wel dat het vreemd ziet, hoor. Kijk, hier zie je nu ook een beetje knikken. Maar het geeft wel lekker veel volume. En als ik gewoon los ermee slaap, vind ik het niet zo prettig. En als ik echt een strakke staart maak, dan heb ik hier één zo'n hobbel. En dan heb ik liever dat het overal een beetje een soort van rommelige slag heeft. Dus ja, met zo'n knotje, dan doe ik hem ook wat hoger. Dus dan heb ik er helemaal geen last van of zo, dat ik erop lig. Hallo Sarah, mijn vraag voor jou is, wat is jouw favoriete winkel om te shoppen? En ik vind jou echt een super goede YouTuber. Je maakt super leuke video's. Daag! Super leuk, vanuit België. Yeah. Mijn favoriete winkel, ja, het is geen verrassing. Het is de H&M. Ik kan er altijd wel slagen. Ja, ik vind het gewoon een fantastische winkel. Volgens mij heb ik dit in mijn vorige Q&A ook gezegd. Maar ik doe het gewoon nog een keer. Omdat je de vraag zo leuk stelde. En je zo lief en enthousiast was. En laat ik dan ook iets nieuws noemen. Ik ben ook gek op de Douglas en de MAC Store. Als je nog maar één ding de rest van je hele leven zou mogen eten,
Wat zou dat dan zijn? Doei! Eén ding de rest van mijn leven. Wow, ongelooflijk. Volgens mij vind je niks meer lekker als je net alleen maar moet eten de hele godganse dag door. Je wordt zo snel zat van iets dan. Tomaatjes of zo. Volgens mij word ik dan alleen gewoon rood. Dan sla ik rood uit. Maar ja, ik weet niet. Ik zou er echt niet aan moeten denken om de hele dag het brood te moeten eten. Of lekkere snoepdingen. Dan word je kotsmisselijk. Dus ik denk dan toch maar iets van groente of zo. Mijn favoriete MAC lipstick. Ik kan echt niet kiezen, jongens. Echt niet. Maar als ik er dan één zou moeten kiezen die ik altijd zou moeten gebruiken, zou het Faux zijn. Omdat hij overal bij past. Hoi, ik vroeg me af of je een sport doet. En zo ja, wat voor sport. Zou je er bijvoorbeeld een keer een video over kunnen maken of iets? Een sport. Ja, ik doe aan hiphop 1 keer in de week. Dus niet heel intensief. Maar ik vind dat super leuk. Ik doe het bij Influence Zone in Utrecht. En dan leer je eigenlijk iedere week een ander soort choreografie aan een stukje. Dus het is niet heel erg als je een keer een les mist. En het is een soort sportschool idee omdat je een kaartje hebt voor 4 keer in de maand of 8 keer in de maand of onbeperkt wat je wil. En dan kun je dus zelf kiezen welke lessen je volgt. Ik ga in principe altijd naar hiphop. Maar als ik een keer dancehall wil doen of als ik een keer niet kan op maandag, dan kan ik dus gewoon gemakkelijk op een andere dag iets anders doen. Dus dat is wel echt heel erg leuk. En voor de rest doe ik eigenlijk op het moment niks aan sport, maar ik vind dit wel weer heel leuk om te doen. En het is toch wel intensiever dan je denkt voor heel veel spieren en soms ook qua uithouding als het een snelle choreo is. Dus ja, echt leuk. Ik heb 2 vragen. Hoe zou je heten als je jonger was? En welke haarkleur zou je willen en oogkleur zou je willen hebben als je geen blond haar en blauwe ogen had? Doei! Superleuk al je vragen. Ten eerste, wat ben jij mooi met je bruine haar en blauwe ogen. Echt super mooi. Oké, mijn naam, als ik een jongen was geweest, dan zou ik David hebben geheten. Ja, dat dus. En verder vroeg je wat voor kleur haar ik zou willen hebben als ik niet deze kleur haar had en ogen. Ik zou wel heel erg benieuwd zijn hoe ik eruit zou zien met donkerbruin haar. En juist wel eigenlijk met blauwe ogen om te zien hoe die dan uitkomen. Ik zou het niet doen, want ik denk niet echt dat er een kleur is die me beter staat dan blond. Maar ja, als ik mag fantaseren zou ik dat wel willen. En ik ben ook heel benieuwd hoe hele mooie groene of hazelbruine ogen er bij mij uit zouden zien. Hoi Sarah, wat is jouw favoriete vakantieland? Ik hou erg van Duitsland. Superleuk, heel veel plezier in Duitsland. Nou, ik hou heel erg van Griekenland. Ik vind de sfeer op de Griekse eilanden, in ieder geval daar ben ik vaker geweest, echt helemaal top. Ik vind het echt heel erg leuk. En in Turkije, daar zijn de mensen altijd zo vriendelijk. En ik ben heel erg fan van zowel steden zoals Istanbul als de zonvakantielanden. Wat is jouw droombaan? Mijn droombaan. Dit soort vragen word ik altijd een beetje bang van. Omdat ik dan denk dat ik het nog niet helemaal weet wat mijn droombaan is. Maar ik zou wel heel graag nog echt een baan als orthopedagoog willen. Want dat heb ik gestudeerd. Maar dat is niet de functie waarin ik nu werk. Wel met de doelgroep en in dezelfde soort sector, maar dat voer ik nu niet echt uit. En aangezien ik toch die studie heb gedaan en ik daar niet voor niks voor heb gekozen, wil ik dat heel graag gewoon een keer ervaren. En ik wil er eigenlijk gewoon, zoals het er nu naar uitziet, voorlopig ook zeker dit bij blijven doen. Dus ja, dat zou wel echt mijn droombaan zijn. Een soort goede mix tussen die twee. En ik krijg trouwens ook best wel vaak vragen over wat voor studie ik heb gedaan, wat voor werk ik doe. Maar daar heb ik al in zoveel Q&A's vragen over beantwoord. Dus die link ik wel even hieronder. Dus mocht je nu denken, hè, wat is dat, orthopedagoog? Dat leg ik allemaal uit daar, dus dan kun je dat terugvinden. Mijn favo Snapchat filter. Oh, dat zijn er meerdere hoor, jongens. Ik vind nu die ene waar je zo'n mond van krijgt, die vind ik echt heel erg grappig. En ik vind die ene waar je een hele grote neus krijgt echt schattig. Ik hou vooral van die hele rare en gekke gezichten. Ik zal wel even een paar foto's van Snapchat hier in beeld zetten of zo. Is misschien wel grappig. Hi Sarah, wat is jouw favoriete budgetproduct? Mijn favoriete budgetproduct is de Essence Lipstick in de kleur 07 Nature Beauty. Wat zie je er mooi uit. Mijn favoriete budgetproduct van het moment is denk ik de Catrice Concealer. De Liquid High Coverage Camouflage, nog wat, misschien andere volgorde. Die vind ik echt fantastisch. En die gebruik ik heel regelmatig. Net als de bronzer die ik nu super veel gebruik van Catrice. En die is wel van een limited collectie, dat wel. Maar dat is echt een budgettopper wat mij betreft. Oh, van Essence mijn favoriete product, dat weet ik. Dat is het huidskleurige oogpotloodje die ik altijd op mijn waterlijn gebruik. Zo mooi. Die is helaas nu uit het assortiment. Dus dat is wel onwijs jammer.
Maar ja, ik vind de witte poeder waarmee je gewoon je gezicht kan afpoederen ook heel erg fijn van Essence. En de oogschaduwbasis, die doet echt prima zijn werk en die heb ik jarenlang iedere dag gebruikt. Wat ik niet leuk vind aan YouTube. Moet ik even nadenken. Dat zijn meer de technische problemen die YouTube af en toe heeft. Dat ik dan van mensen te horen krijg dat de video bijvoorbeeld vastloopt. Of dat het heel erg lang duurt voordat hij in goede kwaliteit erop staat. Of voordat de thumbnail wil renderen als het ware. Dat vind ik heel erg irritant. En verder vind ik eigenlijk YouTube alleen maar heel erg leuk. Wel vind ik, ik krijg op het moment heel veel mee van allerlei ruzies tussen YouTubers. Vooral in de game community geloof ik. En die rare pranks die worden gedaan. Die gewoon wat mij betreft in ieder geval echt niet grappig zijn. Ja, dat is echt niet mijn ding. En dan denk ik wel, oké, moet dat? Gaat het wel de goede kant op? En moet je ruzies zo openbaar gooien? Ja, dat vind ik wel een beetje jammer. Maar goed. Voor deze community nog niet zo heel veel waarvan ik denk, wow, vind ik echt helemaal niks of zo. Mijn vraag aan jou is, hoe oud was je toen je begon met make-up dragen en wat droeg je toen? Maak jij een winged eyeliner? Want bij mij ligt het echt nooit in één keer en duurt het echt super lang. Toen ik begon met make-up dragen, ja, dat was sporadisch in groep 8 dat ik een keer mascara alleen op mijn bovenwimpers deed of zo, puur om te testen, maar niet dat ik dat iedere dag deed. In de eerste droeg ik wel iedere dag mascara en volgens mij ook al snel oogpotlood dat ik dan helemaal omlijnde, zowel onder als boven. Verder eigenlijk niks, misschien wat lipgloss of zo, maar dat stelde allemaal niet veel voor. En het was denk ik, 17 of zo, 18 toen ik pas een beetje foundation ging gebruiken. En verder nog niks, dus alleen puur om dus een beetje mijn huid wat mooier eruit te laten zien. En toen ik 18, 19 was, ben ik echt met full face make-up begonnen. Dat wil zeggen dat ik ook één blush had, één lipstick, dat. Maar volgens mij pas vanaf mijn 20ste, nu gaan we nog verder, had ik echt dingen zoals highlighter, wenkbrauwen, binnenste ooghoeken. Nou, al die details, die ging ik toen pas echt ontdekken. Eigenlijk toen ik ook begon met YouTube. Misschien was dat zelfs dan toen ik 22 was. Nou ja, in ieder geval, je begrijpt wel dat het echt iets is wat bij mij pas wat later is gekomen, de liefde voor make-up. En je vroeg ook nog hoe ik mijn winged eyeliner zet, omdat hij vaak bij je mislukt. Nou, ik snap je hoor, meid. Het is vooral heel veel oefenen. Ik let er altijd op dat die lijn, dat die gelijk loopt aan het uiteinde van mijn wenkbrauw. En als ik hem dan verbind, dan kijk ik naar beneden als het ware. Dus dan moet je je spiegel een beetje er zo onder houden. En dan trek ik hem rechtdoor. Maar het is gewoon, je moet een beetje oefenen met vaste hand. Ik vind het fijn om, als ik geen video opneem, kan dat. Om dan mijn elleboog te steunen op een tafel, zodat ik net wat meer grip heb. En anders probeer ik steun te vinden bij mijn kin, zeg maar. Als ik het zittend doe en niet ergens op kan leunen. Dus ja, dat zijn een beetje de tips die ik kan geven. Wat is je lievelingslipstick van dit moment? Merlin, ik vind het zo leuk. Je bent zo'n vaste volger, zo'n trouwe volger. Echt super leuk. Mijn lievelingslipstick van het moment. Jeetje, ik kan daar echt heel erg slecht altijd kiezen. Maar ik denk dat ik ga voor een liquid lipstick van MAC in de kleur Tailor to Tease. Dat is een hele felle fuchsia roze kleur die ik echt heel tof vind. En die me volgens mij ook best wel goed staat. Dus dat vind ik dan wel heel leuk. Wat vind je het allerleukste om te dragen qua kleding? Wat ik het leukst vind om te dragen qua kleding? Ja, eigenlijk wel van alles. Maar ik draag toch wel het meest een broek. Daar voel ik me toch het fijnst in. En dan gewoon met een leuk topje en met enkellaarsjes of zo. Vrij basic, maar ik probeer toch altijd het wel net iets meer verzorgd of trendy eruit te laten zien. Hier staat, wat is je favoriete film? Nou, mijn favoriete film is zeker Intouchable. Dat is zo'n mooie film. Het is best wel een zielig verhaal, maar gelijktijdig is de film, zit echt vol met humor. En je leert ook best wel veel over, ja, verschillende culturen. En dan bedoel ik niet per se qua afkomst, maar gewoon waar mensen vandaan komen. Of ze van een familie komen met veel geld of juist heel weinig. En ik vind het echt een fantastische film. Ik ga trouwens aanstaande dinsdag naar een voorstelling van die film. Want die reist nu door het land heen. Dus ik ga met mijn moeder, die heb ik meegenomen daarvoor. En dan in de Schouwburg. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Oké, dit zijn letterlijk alle vragen die ik heb gekregen. Hoewel, ik moet eerlijk zeggen, eentje heb ik per ongeluk geopend. En daarna dacht ik ga hem opnieuw laten afspelen. Maar toen wist ik niet meer welke het was uit mijn opening. Dus een snap die ik wel gewoon had beantwoord. Dus super sorry als jij diegene bent. Ik ben gewoon niet heel erg handig met dit soort dingetjes.
Maar ik vond het heel leuk. Ik vond dat jullie hele originele vragen hadden. En echt tof om te zien hoeveel meiden iets hebben ingestuurd. Doe vooral een duimpje omhoog als je vaker zo'n Snapchat Q&A zou willen zien. Ga ik het over een tijdje gewoon weer doen. En ja, ook als je jezelf terugziet in deze video natuurlijk, laat het zeker even weten. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Doei doei!